Hallo en welkom bij de alweer de 6e aflevering van City Skylines. Ik hoop dat jullie deze aflevering leuk gaan vinden. Ik was onder andere van plan om nog even iets met deze industrie te doen. Want ja, het ziet er, zoals je ziet, het verkeer is hier niet echt op en top. En ik wou ook eigenlijk verder gaan aan deze kant van de stad uitbreiden. Ja, en voor de rest, misschien kunnen we ook even een keer dit poep een beetje opruimen. Want ja, dat ligt er ook maar een beetje. En ja, dat was het een beetje. Ik dacht, misschien kunnen we ook nog uitbreiden. Dan koop ik even een stuk land en dan gaan we iets bij die mooie rivier doen. Dus ik denk dat we daar maar vast mee gaan beginnen. Areas. Ik dacht dat we dit stuk. En oh, nou kan ik. Oh, ik heb nu. Ja, jammer. Ik dacht dan doen we dit stuk ook meteen. Maar dat gaat niet. Maar dat is op zich niet heel erg. Ik ga wel even kijken. Milestones. Bij de volgende. Oké, we hebben 7.500 inwoners nodig. Dan krijgen we de metro. Nou, dat is op zich heel leuk. Want dan kunnen we. Ja, dat is makkelijker aanleggen dan zo'n bus, neem ik aan. Gevangenis, universiteit. En dan hoeven we ook niet meer die vieze vuilnis. Ja, vuilnisplaatsen, hoe noem je het ook weer? Vuilnisbelt, bult. Maar dan kunnen we gewoon een vuilverbrander doen. En dan hebben we kantoren. En die dacht ik eigenlijk hier te plaatsen. Zo, naast de stad. Naast de snelweg. Zo, nou, het laatste wat we de vorige aflevering gedaan hebben, is deze mooie loopbrug aanleggen. Ik zie al dat er heel veel, nou niet heel veel, maar er wordt wel gebruik van gemaakt. Mooi door ons aangelegde park. En ik dacht, als we nou het park ook gewoon hier aan deze kant doortrekken. Gewoon dat we hier gewoon die paadjes weer aanleggen. En dan gaan we gewoon hier beginnen met nog een stuk van het bos te maken. Dan kunnen we hier onderdoor gaan zo. Nou, whatever. Hier, dan kunnen we hier nog even ook nog een stuk pad aanleggen zo. En hier nog. Dan moet ik wel helaas dit even slopen. Maar ja, dat is even anders. Zo, en dan kunnen we dit gaan opvullen met bomen en met stenen. Ik dacht eerst een grote steen neerleggen. Zo, even een steen. En nog een andere steen. Dit is nog wel een leuke. Beetje iets anders dan alleen maar bomen. En nog wat kleine steentjes omheen. Zo, hier ook nog wat stenen. Zo, nou dit zijn wel genoeg stenen. Dan wat bomen. Eerst maar wat van dit soort bomen. Zo. Hier en daar een boompie. Dan dacht ik zo grote bomen op de kop af. Oh kijk, hier hebben we zo grote. Die plaats van hier. Daarin. Hierin. Hier zo. Hier nog een paar. Zo. En dan nog even van deze. Van die kleintjes. Die passen hier ook mooi tussen om de gaten een beetje op te vullen. Zo, hier en daar en hier en deze nog. En deze en deze. Dan wordt het wel een leuk park van. Nou, om deze stenen niet te veel, want dat wordt dan weer lelijk. Hier op dit pad nog een paar. Zo, nog even zo eentje erbij. Zo, hier nog één. Daar, en dan kunnen we ook nog even wat van die struikjes er tussendoor doen. Dat scheelt ook heel veel. En wat kleine struikjes. Want ja, dit schiet niet op. Maar goed. Zo vult het toch nog iets een beetje op. Zo. We hebben ook nog iets kleiners dan dit soort gras. Dit vind ik namelijk wel een erg groot grasstuk. Hier nog een stuk van het gras. Hieronder een beetje zo. Beetje realistisch maken. En dan hier op het kop nog een boompje. Zo, daarna heen. Zo, en dan lijkt het me dat het bosgedeelte wel een beetje af is. Hier af en toe nog even een boom ertussen plaatsen. Maar ja, het zou ook wel een beetje goed worden. Nou, dan zie je dat hier tussen die snelweg eigenlijk een heel leuk bos zit. Wow, maar dit vind ik dan nog niet helemaal goed. Want alle auto's die nu naar deze kant gaan, gaan nu over dit ding. Dus iedereen gaat nu door dit industriegebied rijden, terwijl ik eigenlijk wil dat iedereen hier langs gaat.
Dus laten we dan even zorgen dat je vanaf de snelweg het makkelijkste op die kant komt. Dus een kromme weg bedoel ik. Zo. Oh wacht, aansluiten. Oh, niet laag. Kijk, zo. Kijk, nou hebben we daar een mooi weggetje aangelegd. En dan willen we natuurlijk ook terug naar die kant. Dus daar moeten we ook eens even voor iets bedenken. Dit werkt niet. Wat nou als we dit doen? Die leggen we er precies naast. Zo. Is dit mooi? Ja hoor, dit werkt wel zo. Oh wacht, wat we ook kunnen doen is dat we deze in elkaar laten lopen. En dan laten we dit stukje upgraden voor... Oh, wat heb ik nou gedaan? Oh, ik heb de weg verwijderd, dat is niet echt slim. Die daar zo. Dit stukje upgraden we dan naar dit soort weg. En dan kun je hier op en er weer af. Nou, wegrichting veranderen. Deze moet de andere kant op. Zo, nou die loopt weer goed. Nou, die niet. Zo. Nou loopt het als het goed is goed. Hier eraf en daar erop. Had het beter andersom kunnen doen, maar voor nu is het prima. Zo, en dan hebben we hier nog een stuk tussen. Maar ja, daar kunnen we altijd nog iets plaatsen zoals een... Ja, zoals wat. Geen flauw idee, maar het zal wel leuk worden. Misschien een park nog. Hier kunnen we nog een leuk... Zo'n stationnetje plaatsen. Dan kunnen we dit zoning weghalen. Weg. Nee, niet die. Zo, dit weghalen. Oh, dit was al weg. Mooi, dan kunnen we hier nog wat bomen plaatsen. Dit wil ik trouwens wel. Even select. Dit wil ik wel als winkel. Behalve dit stuk. Ja, die niet. En dan kunnen we daar nog opvullen met bomen. Zo. Een boom. Nog een boom. Even zo'n grote. Ja. Nog een grote. Zo. Nou, dat is weer klaar. Nou, is dat mooi opgevuld. Hier wordt alweer een winkeltje gebouwd. Zo, nou kunnen ze namelijk hier... Hoeven ze niet twee dingen te maken. Dit is nu wel de enige ingang naar alle dingen. En hier is nog... ingang. Oh nee, er is maar één ingang. Dus dat is niet zo handig. Dan dacht ik dat we deze maar... Dit aan het... hoe heet het? Deze. Oh, wel even recht. Deze zo plaatsen. Dan kunnen ze in ieder geval er doorheen rijden. En ons mooie... officegebouwtje hier zo. Oh, wat wordt het mooi. Het is echt al best wel groot. We hebben ook al bijna 7500 inwoners. We hebben ook een groot politiebureau. Even een wijkbureautje hier plaatsen, zo. Hier. Zo, een wijkbureau. Hoe meer verspreid is ook wel handig, want dan, ja, dan heb je toch iets meer veiligheid. Net als een brandweer. Misschien kunnen we nog even een brandweer plaatsen. Zo. Ziekenhuizen. Oh, we hebben ook nu een ziekenhuis. Een ziekenhuis is wel belangrijk. Dus die kunnen we het beste... Waar kunnen we die het beste plaatsen? Aan dit grote weg hier. Maar ja, het ziekenhuis moeten we later even plaatsen. Want nu, nu past het dan niet echt. Goed. Beveiliging is hier prima. Ik wou net nog iets doen. Wat wou ik nog doen? Oh ja, wacht. Kijk. Als we zo meteen... Oh ja, dat zei ik al net. Hè? Dan kunnen we de metro... En als we nou daarna hebben, 10.000 inwoners hebben we de trein. En high-rise band. Dat is ook heel handig, want dan kunnen we zorgen dat dit stukje stad niet gaat uitgroeien tot echt mega villa's zoals hier nu staan. Maar dat het gewoon van deze leuke kleine huisjes blijven zoals hier. Vuilnis. Hebben jullie nog steeds vuilnisproblemen? Ja, het is toch prima. Het moet goed zijn. Ja, het is niet goed, maar...
Nee, zit het nou ook vol? Wat is dit nou? Wacht even hoor, dan moet ik even kijken hoe zit deze vol? 37% vol. En deze 100%. Nou, laat deze maar over. Zo. Nou, kunnen we weer. Even kijken. Laten we nog een stukje erbij bouwen. Ik dacht eigenlijk hier, maar dit is dan net klein. Misschien kunnen we dit beter een grotere weg maken. Zoals dit. Ja, het is misschien een beetje een grote stap nog nu. Maar ik denk dat we ons ermee helpen als we het nu doen. Als we straks, als het alles klaar is, dan zo'n klein bruggetje hebben. Dat word je ook niet zo blij van. Kijk, voor de rest maakt het niet zoveel uit dat hier dan allemaal dingen zijn. Want hier verzin ik wel eens op. Maar als dit in ieder geval deze straat die hier nu loopt. Die even upgraden. Sorry voor al de winkels. Die gaan wel weg dan. Maar ja, dat maakt ook niet uit. Alleen dit bushokje moet even kant. Zo. Als we namelijk dit doen. Zo, kijk. Dit is beter. Het is nog steeds aangesloten. Oh, dan moet ik dus wel alles een beetje puinhoop. Dus dan moet ik alles opvullen met winkels. Ja, winkels allemaal. Oh, wacht. Nu doe ik met niks opvullen. Dat is niet zo handig, hè. Zo, met winkels. Winkels. Allemaal winkels. Dan hebben we tenminste een, ja. Kijk, en nu hebben we een hoofdweg. Waar straks alle auto's over kunnen rijden. En anders had dat misschien niet gelukt. Dus dat zou. Dan moesten we later. Moesten we nog alles gaan ombouwen. Dus we hebben het nu heel strategisch aangepakt. Nou, dit is nog niet klaar. Maar het wordt daar voorzien. Dus deze kan op zich weg. Deze stroomlijn hier. En ons pad dat hier net lag is ook weg. Dus die moeten we ook even terugplaatsen. Wel het andere pad. Hier loopt een pad. Dat pad sluiten we aan. Ik weet niet of dit veel nut heeft, want het is een snelweg. Maar... Als ik het dan hier doe. Kijk of dit werkt. Hey, wat is dit? Ja, kijk. Nou is het mooi aangesloten. Dit stukje weg. Dit stukje weg. Ja, zo. Hier hebben we dan een kaal stuk. Maar dat moet ik nog even kijken. Want hier heb je, net als dit, heb je ook een stuk. Dus ik denk dat we hier ook gewoon paadjes aanleggen. En dan vanaf hier, zo. Dan maken we een soort van driehoek. Met hier langs een paadje. Ja, zo. Nou, hier moeten we maar even kijken. Dat loopt hier wel ergens om door. En dan zijn we klaar. Hier loopt een pad. En dan kunnen we het nu weer met stenen gaan opvullen. Ik dacht hier een grote steen neer te gaan leggen. Midden in dit ding. Pas net niet. Nou, deze steen plaatsen. En dan zo eentje er tegenaan. Kijk, nou hebben we best wel een behoorlijke steen. Kleine steentjes omheen nog. Zo, nou, fantastisch hoor. Je ziet alleen de stenen niet als je uitzoomt. Dat is wel jammer, maar ja. Grote bomen. Daar een grote boom. Daar een. Zo, allemaal paardjes. Nou ja, dit is al klaar zo. Even de taxi nog neerzetten, want dat is ook wel handig, een taxi. Nou, laten we die maar hier neerzetten dan nu. Een beetje verplaatst, maar ja, het is niet anders. En een buslijn. Vind ik dat nodig? Nou, ik vind het niet echt nodig om hier nou een buslijn neer te leggen, maar... Ja, het is toch misschien wel belangrijk. Wil je deze kant op? Dat vind ik ook goed. Hier even een stop. Naast dit, dan hebben we... Ik ga hier niet zo heel veel stops neerleggen. Gaan we buitenlangs of binnenlangs? Buitenlangs, denk ik maar. Hier nog een stop. Hier een stop. En dan hier een stop.
Hier één. Daar één. En dan sluiten we hem aan. Oh, wacht. Complete line. Ja, zo. Nou, dit is toch prima. Prima buslijntje. Want de mensen hebben hier meestal ook wel een auto. Dus ja. Er wonen hier nou ook niet super veel mensen. Dat je zegt van, goh. We moeten echt veel aanleggen. Kijk, hier wordt het nu. Kijk, dit is ook mooi. Alleen hier wordt het wel steeds groter. Dus dit wil ik vooral high-rise ben. Want je ziet al, deze kantoren en zo worden heel groot. Maar ja, dat vind ik eigenlijk veel te groot. Yes, we hebben de 7500 bereikt. We hebben nu de metro. Dat is in ieder geval handig. Oké, laten we in ieder geval eerst even wat ik wou. Die zoning hier. Geen huizen, maar kantoren neerleggen. Dus dit wordt allemaal geen huizen meer. Maar dan leg ik wat kantoortjes neer. Dan krijg je hier nog een kantoorindustriegebiedje. Hoe heet dat? Kantoorgebied. Ja, dat is het goede woord. Kantoorgebied. Hier was nog wat over waar nog kantoren moesten komen. En hier kunnen nog wel gewoon mensen wonen. Zo. Juist, dit is prima. Zo, kijk. Nou. Oh, dit zijn wel meteen hele grote gebouwen. Maar ja, het is niet anders. Ja, vind ik dit eigenlijk mooi? Ik vind het niet zo heel mooi eigenlijk, dat industrie dat je zomaar even opduikt. Het zijn wel erg hoge kantoren, maar ja, zolang ik nog geen andere plek heb, laat ik het even hier. Wat ook heel handig is, dat we nu hoge huizen hebben. Dus we kunnen nu aan de andere kant, hier, kunnen we de grote deel van de stad gaan bouwen. Wat hebben we hier nog meer? Speciale industriegebieden. Recreatiezones. Oké, maar de metro. Kijken hoe duur metro is. Hoe duur is metro? Een metrostation kost 15.000 euro per stuk. Dus, we willen een metro die loopt. Waar willen we een metro? Ik denk een metro die zo loopt. En hem dan opzij. Een beetje zo van T maken. Want ja. Hier één. En waar willen we nog meer één? Aan beide kanten van het industriegebied maar eentje, denk ik. Daar één. En dan aan de andere kant. Daar één. Naast de taxi lijkt me wel handig. Daar. En dan gaat het hier gaat het gesplitst worden. Dus naar een T. Dus hier nog één. En dan voor de rest gaat het door. En dan aan de andere kant, bij het dit gebied, wil ik er ook heen. Wow. Ja, kijk, dat is handig dat we nu die brandweer hebben geplaatst. Want nu is de brandweer heel snel ter plaatse. Oké, nu hebben we echt stroomproblemen. Nu moeten we echt even windmolens maken. Of windmolens bouwen. Windmolens! Hup. Windmolens erbij. Zou dit genoeg zijn? Denk het niet. Dit dan. Dit. Ze hebben wel erg veel windmolens nodig. Wat een probleem. Ze hebben allemaal afvalproblemen. Hebben we nu ook al zo'n incineration ding? Yes, oké, nu wordt het beter. We kunnen dit nu gaan vervangen voor van die automatische. Van die fabrieken. Zo, 2. Ga je werk maar doen. En dan kunnen we deze lege. Deze lege. Ja, die was al aan het leger. Deze ook. Nou ja, om. Of. Ja, deze zet ik uit, want. Zo, en dan gaan ze gewoon het afval wegbrengen. Hier is ondertussen een gebouw kapot. Nog een gebouw. Jeetje, het wordt wel echt file hier nu. Het plan heeft nog niet echt gewerkt, maar dit zijn in eerste instantie allemaal vrachtwagens van de vuilnisauto. Dus ja, het is nog niet super erg. Zo, nou dit werkt wel ondertussen. Dit kan ook nog wel door. Dus ja, ik hoop dat het vuilnisprobleem wordt opgelost. Het stroomprobleem is in ieder geval opgelost.
Kijk, maar deze kantoren hier, dat vind ik dan wel een beetje zonde van het uitzicht dat je dan net hier had. En dan bouw je opeens hier van die kantoren midden in de stad. Maar goed, we waren bezig met de metro. Metro. We hebben nu de thee die we wilden. Dus we beginnen achteraan. Ik weet niet hoe duur het is. Het is best duur lijnen aanleggen. Dan kun je zo heel makkelijk naar de andere kant. Iets dieper nog. Zo. Zo, nou dit is mooi. Naar die. En naar de. Nu moeten we een bocht maken. Dus zo, die. Iets verder nog. Ik wil zo strak mogelijk. Zo. Ja, zo. En dan aan de andere kant moeten we ook naar die andere. En dan hebben we een metrolijntje van het industriegebied. Zo naar onze, ja, naar onze belangrijkste plekken. Dus naar die kant waar je ook kunt stappen op een buslijn. Hier kun je ook overstappen op een buslijn. En hier loopt gewoon langs de hoofdstraat eigenlijk. Die wel erg druk begint te worden ondertussen. Loopt de metrolijn. Nou, dan moeten we natuurlijk nog wel aanleggen, want nu is er nog geen metrolijn. Alleen maar een tunnel. En daar verlies je veel geld mee. Dus gaan we de lijnen maar eens aanleggen. Zo. Die. Oh, dan ga ik daarheen. En dan maak ik voor die andere maak ik even een aparte lijn. Oh, deze niet vergeten. Zo, die. En die. Nou, dat is klaar. Dan gaan we naar dit station. En dan wil ik een nieuwe lijn maken. Even kijken hoor. Hoe moet ik dan in het midden? Nieuwe lijn. Nieuwe lijn. Nieuwe lijn. Nieuwe lijn. Ja, nieuwe lijn. Oké, die kunnen we hier naartoe doen. En weer terug. Complete. Zo, dan kunnen ze hier in ieder geval overstappen. Dan wordt het ook niet te druk. Nou, succes ermee. Even kijken hoor. Info. Yes, daar is een metro al. Ze lopen niet allemaal in de weg, toch? Of niet? Deze gaat naar die kant, hopelijk. Ja, er zijn er nu nog best wel veel. Van alle kanten natuurlijk nog metro. Maar ja, dat gaat waarschijnlijk wel opgelost worden. Het is hier niet super druk. Wacht even hoor. Dit verwijderen, want hier hebben we niks aan. Oké, nou dit is klaar. Maar iedereen staat hier in de file omdat iedereen hier weg moet. Dus dit haal ik even weg. Mensen van de bus die moeten nou maar hier keren. Ik weet niet hoe. Kunnen we niet hier een boogje aanleggen? Kunnen we niet een rotonde hierboven opmaken nog een keer? Nu moet iedereen wel hier langs. Maar die bus, waar gaat die bus heen? Wacht, even kijken. Ze moeten ook weer terugkomen. Nou, waarschijnlijk gaan ze er daar dan af. Route. Follow. Oh, ik wil follow. Waar ga jij heen? Kijk, jij gaat er hier af. Ja, maar dit wordt niks. Want nu gaan al die auto's hier langs. Dus het probleem wordt alleen maar verplaatst naar deze kant van de stad. En die kan het al helemaal niet handelen. Zo, we gaan dit stukje weg weer terugplaatsen. En hopelijk gaat het helpen. Als ik nou hierin doe en daaruit. Of hierin en daaruit, helpt dat dan misschien? Nee, dit is te druk. Dit werkt niet. Dit werkt niet. Dan moet ik wel vanaf de rotonde misschien. Of vanaf hier. Wat heb ik nou? Ja, straight. Kijk, dit lijkt me meer handig. Even kijken hoor. Route. Nee, upgrade moet ik doen. Want ik moet natuurlijk nog wel zorgen dat ze één kant op gaan. En hier ook. Daar gaan ze er. En hier gaan ze eruit. Oké, nu staat het hier helemaal vast. Maar goed, dat is een kwestie van tijd voordat het opgelost is. Het probleem van het
afval is nog steeds niet opgelost. Dat vind ik wel heel erg een beetje vervelend worden. Even kijken, afval. Oh, ze kunnen ook te weinig maken. Dus een dingetje erbij dan. Hier, ze staan allemaal in de file. Ze moeten natuurlijk allemaal naar die mensen toe, maar... Ja, dat werkt natuurlijk niet, als er natuurlijk geen auto's zijn. Nou ja, in ieder geval... Het afvalprobleem is nog steeds niet opgelost. Dat zei ik net ook al, maar oké. Eens even kijken hoor. Politie, hebben we nog genoeg politie? Ja, brandweer, hebben we nog genoeg brandweer? Ik ben toch geneigd om dat hier neer te zetten, maar... Oh, we hebben al ons geld nu opgemaakt en alles. Die is ook meteen brand. Ik zei nog, laten we hier iets maken. Maar ja, dat wordt hem niet. Nou, dit wordt dan niet heel erg veel gebruikt. Maar dat maakt niet uit. Kijk, al die vuilniswagens gaan allemaal weer terug. Oh, dat was het plan. Ze wilden hier allemaal afslaan. En dan moeten ze hier wachten ofzo. Oh, ze moeten wachten. Oh, de ene gaat daar langs en de andere gaat daar langs. Zeker degene die daar naartoe moesten, die gingen daar sowieso heen. Iedereen staat in de file. Sorry mensen. Maar dit werkt wel goed, die afslag. Maar hoe meer er ook komen, hoe drukker het hier wordt. Nou, even deze laatste huizen weg. Deze. Zo. Ach, weet je, we verwijderen deze gewoon. Oh, kan dat niet? Ach, dat is zo vervelend. Nou ja. Kijk, dit wordt wel in ieder geval goed gebruikt. Dat ze er hier afgaan. Alleen, ik heb toch liever dat ze daar... gaan via dit laantje. Kun je ook een voorkeur geven? Nee, dat kan niet. Misschien moet ik het even afzetten, want ja, nu gaat iedereen hier niet langs. Wacht, ik verwijder dit wel even. Zo, nou gaat iedereen hier om. Kijk, nou gaat het wel lopen, want iedereen moet nu hier langs. Ik hoop dat dit gaat werken. Plaatsen we zo deze weg wel weer terug, maar ja. Onze mooie stad met veel files. Veel files. Het staat hier gewoon helemaal vast, maar ja. Dat doen we de volgende keer, denk ik maar. Want ik zie dat het al bijna tijd is. Dus ik zeg, like op deze video. Abonneer op mijn kanaal. Dan zie ik jullie de volgende keer weer. Dan gaan we proberen of we de file en het verkeersprobleem kunnen oplossen. Ik hoop dat ik jullie dan zie. En ik zeg doei!